De LGBT-gemeenschap in Suriname heeft nog steeds onvoldoende toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten. Dit zegt Lucien Govaert, bestuurslid van de stichting Suriname Men United, SMU. Onze nieuwsdienst sprak hem ten aanzien van de discriminatie die deze groep meent te ondervinden. Vanaf de oprichting van de stichting in 2005 heeft zijn gedrag deze zorg mogelijk te maken. Suriname Men United is gevestigd aan de Oude Charlesburgweg. Zij houdt zich meer dan 10 jaar bezig met het toegankelijk maken van de gezondheidszorg en de menselijke waardigheid. De stichting biedt haar diensten aan een specifieke groep, namelijk MSM, mannen die seks hebben met mannen, en transgenders. Govaert zegt dat zij een scala aan diensten aanbieden die gebaseerd zijn op de behoeften van deze groep. Hij gaat daarop verder in. Op dit moment zijn er een aantal diensten die we bieden aan de gemeenschap. Die we bieden eigenlijk aan een specifiek onderdeel van de gemeenschap. We werken namelijk met mannen die seks hebben met mannen. En die kunnen hier terecht voor een HIV-test. Maar die kunnen hier ook terecht om gewoon gebruik te maken van de ruimtes die we hebben. Die kunnen hier terecht om advies te krijgen als er een probleempje is, een beetje op het juridische vlak. We hebben iemand die beschikbaar is om psychosociale problemen te bespreken. Een breed scala aan diensten die gebaseerd zijn op de behoeften van deze gemeenschap. En wat is de bijdrage dat Stichting Suriname Men United tot nu toe heeft kunnen leveren? Suriname Men United heeft natuurlijk, ik zei dat al, in de afgelopen 10 jaar, iets meer dan 10 jaar, is actief geweest op dus het gebied hiervan. En een van de issues die er is in onze samenleving is dat er soms onvoldoende toegang is tot gezondheidszorgdiensten bijvoorbeeld, maar ook andere diensten zoals sociale diensten. En dat is nou precies dat gat wat Suriname Men United probeert te dichten. Lucien Govaert, bestuurslid van de stichting Suriname Men United. De stichting tracht met haar diensten de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders, LGBT gemeenschap in Suriname.